FC Utrecht-verdediger David Di Tommaso is gisterochtend in zijn slaap overleden. De Fransman, die in de Meern woonde, is slechts 26 jaar geworden. Di Tommaso laat een vrouw en een kind achter. Nadere bijzonderheden over de doodsoorzaak ontbreken nog. Di Tommaso kwam vorig seizoen naar FC Utrecht en werd door de fans meteen uitgeroepen tot speler van het jaar. Hij begon zijn loopbaan bij AS Monaco en speelde daarna 4 seizoenen voor Sedan. De Fransman stond zondag nog in de basis tegen Ajax. FC Utrecht-fans en collega-voetballers zullen hem nooit vergeten. Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer tout seul. Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer chez moi. Si ce soir, j'ai pas envie de fermer ma gueule. Si ce soir, j'ai envie de me casser la voix. Casser la voix.
Zo. Dat hakt er wel even in, hè? Hey, ik heb een groen-geel ADO-hart, maar ik leef mee met het FC Utrecht en Dito en zijn vrouw en zijn kind. Goed en hagenees met het hart op de goede plek. Goedemorgen, Veronica. Goedemorgen, met Job van Dommelen. Hoi, Job. Hi, ik wil even zeggen, klasse, dat jullie even herdenken van die Tommaso. Ja, mooi nummer, hè? Ja, ik vind het helemaal te gek. Ik zit te janken in de auto. Ja, ik hou het bijna ook niet droog. Oké, hey, klasse, hoor. Joe.